Dag beste kijkers en welkom in deze prachtige historische stad met het mooie trammetje. De hoofdstad van Portugal, Lissabon, waar we zo gaan voetballen. Uw commentatoren zijn vandaag weer Jeroen Guter hier naast me en ondergetekende Siert de Vos. Nou, ik beloof de wedstrijd te worden om nooit meer te vergeten, want de scheidsrechter heeft vandaag een vrije dag, zeg maar. Die is er niet. Deze wedstrijd wil je niet missen. Ja, dit wordt nog wat, hoor, Siert. Dit zou wel eens hakken en breken kunnen worden. Dit is de opstelling van Benfica, die de coach voor dit duel heeft samengesteld. Ja, zo'n trainer, hè, zegt op papier dat hij 4-4-2 speelt. Maar is dat ook zo? Die twee spitsen die spelen niet naast elkaar. Die ene die laat zich steeds terugzakken. En is dat eigenlijk een schaduwspits? We kennen de speelstijl van dit team maar al te goed. De tegenstander vroeg onder druk zetten. En daar wachten ze dus niet mee tot de bal dicht bij het eigen doel komt. Nee, dat gebeurt juist over het hele veld. De aanvallers gaan al storen bij de opbouw van de tegenstander. Benfica won in 1961 en 1962 de Europa Cup 1 onder leiding van trainer Bela Goodman. Toen hij daar op vervelende wijze wegging, liet hij weten dat Benfica zonder hem nooit meer een Europese finale zou winnen. Ja, dat werd later de vloek van Goodman genoemd. En inderdaad, ze verloren een hele reeks finales. Zo, dat zit bezig. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Nou, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteiten hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nummer 10, Wayne Rooney. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. En nu snel schakelen voor de counter. De steekpaas, hoog gegeven, gevaarlijk. De bal blijft binnen naar die redding. Hij werkt de bal weg. Met die redding houdt hij zijn team in de wedstrijd. En blijft de achterstand slechts 1 doelpunt. Een heerlijke redding trouwens. Hij zat er goed bij. Bal gaat uit voor een inworp. Maya Yoshida. Higuain. Beroerd verdedigd. Daar voorkomt hij narigheid. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ja, doelpunt, schitterend! Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Michael Bradley. Kagawa. Gaetan Bon.
Andros Townsend. Ze leveren de bal in. Higuain komt dichter bij het doel. Granit Xhaka. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Steven Davis. Kagawa. Gaat dit wat worden? Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. Jurgen Nokadia. Anthony Nokar. Hij kan mooi doorstomen daar. Kan hij hier voor gevaar zorgen? De voorzet mag nu komen. Deze kan erin. Een uitstekend doelpunt. Lekker om zo'n volley goed te raken. Ja, en ook die voorzet was uitstekend. Mooie aanval. Technisch perfect. Hier kunnen we nog een keertje genieten van dat doelpunt. Mooie voorzet, laten we dat niet vergeten. Maar kijk eens hoe je de bal in één keer raakt. Duizelingwekkend. Echt zo knap. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Daar gaat het balbezit. En met de bal aan de voet de uitbraak. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mark het Oortje zegt koekoek. En de bal gaat mooi laag. Precies in de hoek. Onhoudbaar voor de keeper. Kijk eens hoe hij die bal mooi laag houdt. En zo in de hoek, daar kan niemand bij. Technisch goed gedaan. Hij heeft, denk ik, wat zelfvertrouwen gekregen van het eerste doelpunt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Martin de Roon. Jurgen Nokadia. Ja, en nu scoren! Doelman had hem. Bal blijft binnen. Gonzalo Higuain. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Martin de Roon. Er is een medespeler in de buurt. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Glavan. Granit Xhaka. Wat gaat hij hiermee doen? Kagawa. Kagawa. Steven Davis. De bal gaat heen en weer. Ja, en het valt niet mee voor die aanvallers om ergens een gat in de verdediging te vinden. Via een tegenstander over de achterlijn. Hoekschop. Korte bal op een teamgenoot. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. De verdediging zit ertussen. Het ziet er veelbelovend uit. Oh, dat gaat hij handig langs zijn tegenstander. Verdediging let goed op. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren.
zou wel eens wat kunnen worden in zijn handen. Opletten doelman, gevaarlijk zo. Zo'n loopactie zie je toch niet vaak bij een doelman. En ik weet ook niet of het verstand. Hij neemt de bal op de schoen. Redding, spel gaat verder. Bradley. Pipita Higuain. Steven Davis. En let goed op en onderschept die paas. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Tijd, ruimte. Hij is er vast. Hij weet het paas om de schep. Goed opgelet. En schreeuwt en pakt de bal af. Knallen maar. Zo! Gedeng! Kijk eens naar die bal. Er komt rook vanaf. Als een space shuttle die door de dampkring komt. Ha, het is toch niet te geloven dat hij het vanaf daar probeerde. Wat een ongelofelijke pegel. Dit is, ik heb dit echt zelden gezien. Laten we nog eens kijken naar dat schitterende afstandsschot. Formidabel doelpunt hoor. Van een flinke afstand op de pantoffel genomen. En de keeper kan hem niet tegenhouden. Ja, probeer het maar eens. Om die bal vanaf die positie zo te raken. Chapeau. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Number 10, Wayne Rooney. Maya Yoshida. Michael Bradley. Bradley. Ze komen aan de bal. Hij werkt hem weg. Granit Xhaka. Ragnar Klavan. Shedju. En eroverheen in de loop. Jurgen Locadia. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mark Noortje zegt koekoek. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in de net. Een hat-trick. Drie keer scoren. Hat-trick. Hij mag de bal straks hebben. Lekker hoor. En hij heeft er al een paar thuis liggen. Een geweldig moment. Elke keer weer voor hem en zijn team. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Rooney. Jurgen Locadia. Daar schiet hij op doel. De doelman zit er goed bij. Oh, dat is niet makkelijk hoor. Van zo dichtbij. Wat een snelle reactie. Flitsend. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij weet het schot tegen te houden. Gaetan Bon. Kagawa. Die bal wordt op de flank gespeeld. Komt steeds meer naar voren. Hij speelt hem laag. Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. Bal naar de andere partij. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Hij is er voorbij. Voorzet terug op een teamgenoot. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast. Hè. Anders was het de doelpunt geweest. Tim Krul. Bal afgepakt en hij komt eruit met de bal. Boom! De lat werkt tegen, maar we spelen verder.
De verdediging herpakt zich. Haalt de angel uit die counter. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Ze leveren de bal in. De doelman is nu... Hij raakt hem. Ja, de doelman pakt die bal. Nou, wat kan hij hiermee? De keeper houdt die bal tegen. Anthony Nokar. En nu wordt het oppassen. Een enorme duik voor die doelman. Al naar het midden. Het gevaar is nog niet geweken. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. Andros Townsend. Rossi. Jurgen Locadia. Hij kan mooi doorstomen daar. Wayne Rooney. Teruggelegd op een teamgenoot. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Nee, daar is... Hij haalt hem van de doellijn. Geweldig verdedigd. Ja, de keeper was het haasje, maar die verdediger stond op de juiste plek. En de bal ligt in het net. Goed laag en in de hoek geplaatst. Hier zie je goed hoe hij hem heel gecontroleerd precies laag in de hoek schiet. Goed gedaan. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken, zeg. Hij komt van heel ver, maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen, hoor. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Steven Davis. Kagawa. Die wordt echt goed gecombineerd. En het wachten is op een mogelijkheid. Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Michael Bradley. Pipita Higuain. Dit kan maar eens een kans opleveren. Listige steekbal. Pipita Higuain. Hij zit er goed tussen bij die pas. Gefloten voor de rust. Met een verrassende tussenstand. Het winnende team had best nog even verder willen voetballen. Ze hadden de smaak te pakken. Nou zeg, de ene naar de andere goal vloog erin. Ik denk dat die coach heel tevreden zal zijn. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siet, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Anthony Nokar. Rooney. De speler wordt geholpen. De bal nog bij Wayne Rooney. In het centrum gespeeld. Doelman had hem. De bal blijft binnen. James McArthur. Kagawa. Daar gaat het balbezit. Met z'n allen achter de bal blijven. En kijken of de tegenstander aanzet. Hij schiet. Ja, nee. Terug via de paal. Hij legt hem bij de tweede paal. Ja, op doel. De speler werkt de bal naar voren. Granit Xhaka. Schiet kans. Zo'n koekkoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koekkoek.
Hier zie je dat er eerst goed wordt opgebouwd. En dat het dan vrij voor de doelman kan komen om het af te ronden. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is het nou mooier dan scoren? Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Pipita Higuaín. Higuaín schiet die bal. Hij pakt hem. Hoekschop wordt voorgegeven. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. En de doelman gaat op avontuur. Spectaculair dit, maar ook heel gevaarlijk. En die bal is weg. Jurgen Locadia. Diepe komt eruit, pakt hem. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. James McCarthy. Pipita Higuaín. Ah, ze loeren op een gat. Hij pakt de bal en begint aan uit te gaan. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij in de slotfase een achterstand. Gaat dit wat worden? Goed verdedigd, dat schot. Ruim naast dat schot. Rossi. Wayne Rooney. Lekker doelpunt. Hij stond op de goede plek om de bal er van dichtbij in te werken. Dat was niet moeilijk. Nou zeg, die gaat lekker. Elk schot is raak. Ja, dit komt echt zelden voor. Deze speler is niet te houden. Eens kijken of hij het nog een keer flikt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. De bal wordt ingeleverd. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Die bal kan er gewoon in. Ja, geweldig. Doelpunt. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt en nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt het niet. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Zegt de baas, hij levert hem in. Dat moet beter. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Het gevaar is nog niet geweken. Die bal gaat er schitterend in. Hij staat er nog maar net in.
En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt een heerlijke invalbeurt. Ja, en die gaat er natuurlijk in. Hij kan hem rustig afmaken, want de doelman staat niet tussen de palen. Koek, koek. Ja, mooi uitgespeeld hoor. En die uitgelezen kans, gewoon netjes verzilverd. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Andros Townsend. Sterk hoe hij die bal verovert. Anthony Nokar. William José. En nu snel schakelen voor de counter. En hij gist de bal voor zijn voeten weg. Wat een grandioze actie van die doelman. Schneiderlin. Martin de Roo. William José. Daar gaat het bal bezit. Gaëtan Bon. Kagawa. James McArthur. Higuain. Andros Townsend. Hector Bellerin. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Voorgeven dan maar. Vanaf de vleugel. Oh, hij zet hier alles op het spel. Gevaarlijk zo'n sliding maken in de 16. Hij kwam ook wel heel onbesuisd in. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Ze geven de bal weg. Rossi. William José. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Daar is hulp voor de aanvaller. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Van zo'n poging zit de doelman niet echt. En met de bal aan de voet de uitbraak. Niet veilig, maar toch de kans. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Een andere hoek voor de herhaling. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Nummer 10. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. James McArthur. Gonzalo Higuain. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Wayne Rooney. Kans hier. Nee, die kopbal levert geen doelpunt op. Hij werkt de bal net naast de paal. Hij timde wel goed. Die credits moeten we hem geven. Maar uiteindelijk gaf hij hem net de verkeerde richting mee. Simon Mignolet. Hij schermt de bal af. Martin de Roo. James McArthur.
Andros Townsend. Ze blijven in balbezit en spelen de bal rond. Totdat er een opening ontstaat. Misschien. Wayne Rooney. Hij is hem kwijt. Hij is de tegenstander voorbij. Hij gaat schieten. Die gaat er mooi in, zeg. Hij blijft maar gaan, hij blijft maar gaan. Wat een actie. Hij komt steeds verder. Ja, en elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Kagawa. Gaëtan Bon. Kagawa. Vervolgt zijn weg naar het doel. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. En nu wordt het oppassen. Veel ruimte krijgt hij niet. Nu snel eruit komen. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. Zo, goal! Een vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Hier in de herhaling. Ze blijven druk zetten en dan gaat deze er ook in. Voor de tegenstander is er één gelukje. De tijd zit er bijna op. Nog eens vanuit een andere hoek. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Leonardo Bonucci. Kagawa. Hij gaat verder. Hij laat de verdediger achter zich. En dan de voorzet vanaf de vleugel. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Higuain! Want zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Het gevaar is nog niet geweken. En de bal ligt in het net. Dit zie je maar zelden. Een geblesseerde speler die eigenlijk niet verder kan, maar dan toch nog scoort. Tja, ze hadden zoveel ruimte en konden er z'n tweeën rustig de keeper uitspelen. In zo'n geval is het belangrijk om het overzicht te bewaren. Ja, dat ging ze prima af. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Gonzalo Higuaín. Roberto Soriano. William José. Na die tackle is hij de bal kwijt. James McArthur. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Eens kijken, de vierde official geeft 5 minuten extra speeltijd aan. Het ziet er veelbelovend uit. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Knap gedaan, keepertje. Geweldige redding in die 1-tegen-1 situatie.
Ja, op dit soort momenten ben je goud waard als keeper. Een routineklusje voor de doelman. Dit schot. Ramiro Funes Mori. Oh, wordt ingeleverd. Kagawa. Blijft goed aan de bal. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. De doelman hoeft zich niet ver te strekken om die kopbal te weren. Dit is een vrij zwakke inzet. Wat een makkelijke red. Het duel is gespeeld. De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoorde aan de lopende band en maakte...